De Vereniging van Economisten, VES, heeft voor de derde keer de VES Master Thesisprijs uitgereikt. Drie afgestudeerden hebben meegedaan aan de wedstrijd. En de prijs is gewonnen door Raj Paltantewari. Hij zit op de FHR, Institute for Higher Education. Het doel van de wedstrijd is om excellente resultaten neer te zetten op wetenschappelijk niveau en verder studeren en ambitie te stimuleren. Dirk Curry, lid van de beoordelingscommissie, lichtte kort de proefschriften toe. Thesis met het met de letter A, het trefwoord money laundering. De probleemstelling luidde: hoe kan het bankwezen risico's voortvloeiende uit money laundering adequaat beheersen? In deze thesis wordt een inventarisatie gemaakt van alle relevante internationale, regionale en nationale wet en regelgeving in zaken het onderwerp. De volgende thesis met het trefwoord entrepreneurship had als probleemstelling: to find out what factors motivate young Surinamese people to venture into entrepreneurship. Vanuit de invalshoek van de private sector, een cruciale actor is ter beoordeling van ons land, heeft de scribente onderzoek gedaan naar wat jongeren in Suriname drijft tot oprichting van een eigen bedrijf. De scriptie onder letter C heet het trefwoord outsourcing. Met als probleemstelling: how can linkages be used as a strategy for developing trust between non-competing provider countries and client countries in information technology outsourcing? In deze thesis behandelt de scribent de importantie van vertrouwen tussen IT-providers uit ontwikkelingslanden en cliënten in meer ontwikkelde landen. Curry zegt dat de onderwijsinstellingen zelf de werkstukken opsturen. De thesis van Paltantewari met als titel The Motivational Factors That Influence Youth to Venture into Entrepreneurship in a Government-Oriented Business Environment is uiteindelijk als beste gekozen. De prijs is uitgereikt door de directeur van Trustbank Amana, Maureen Bajuri. Goedenavond iedereen. Ik sta vandaag hier voor de tweede keer op rij en wederom met heel veel genoegen. Ik doe het graag, omdat als ik iemand blij maak, word ik er zelf blij van. En zoals de voorzitter het heeft gezegd, educatie is key voor verdere ontwikkeling. Ik denk niet dat ik er veel meer woorden aan kwijt hoef. Namens Trustbank Amana, Raj, van harte gefeliciteerd. Het is een investering in jezelf. Educatie is inderdaad een continu proces. En alle successen moeten we vieren. Nogmaals van harte gefeliciteerd namens Trustbank Amana. En je giro-rekening hebben we al geopend voor je. Volgende week mag je onze hele mooie pinpas komen halen bij de bank. Tot zover Maureen Bajuri, directeur van Trustbank Amana. Zij overhandigde de symbolische cheque aan de winnaar van de VES Master Thesisprijs, Raj Paltantewari. Hij komt in aanmerking voor een bedrag van $1000. De uitreiking vond plaats in de ballroom van Hotel Torarica.